1, 2, 3, kom. Ja, dan doen we die, dat was afweren. Ja, dat is goed, doen we stoot. 1, afweren. Deze doe je stoot hier. Dan gaat deze naar zijn gezicht. En wat belangrijk is, is dat je zijn hoofd omzet. Hier, want dan gaat de rest van zijn lichaam ook mee. En nu kan ik zijn been. In dit geval, deze twee. En normaal gesproken kan dat, als je het dan hebt over een korte techniek, kan dat of een echte feest zijn. Dus ik doe dit als begin. 1, deze gaat omhoog. Dan komt die erachteraan. En dan weet je van de oefening net of deze goed dichtbij moet staan. Vaak heb ik hier wat ruimte nodig en het is vanzelf wel dat ik die voet bij krijg. Omdat ik hier sta, hier kom ik er niet. Dus als je dan verder wil, dan ga ik er wel mee. Normaal gesproken kan het of als je eenmaal om staat, kan het of echt kan het beter trainen. Maar het zou ook, als je een korte techniek doet, dan moet je hem ophouden, niet zo doen. Maar op het moment dat je knie gewoon hier houden en die drukken maar erover, dat is ook vervelend voor hem. Dan staat zijn benen zo en dan is hij gevonden. Dus dat kan normaal als je een korte techniek doet. Kan het of echt een beest zijn of je, ja, je blesseert zich niet heel erg flink, zeg maar, om dat zo te zeggen. Als het gaat om dat hij kom staat. Als hij kom staat, dan kan ik zelf een beetje kiezen welke beweging ik wil doen. Ook zijn, als hij zo staat, moet ik niet zomaar keihard door gaan vegen. Want als hij dus zo kom staat, dat is qua techniek prima dit. Als hij zo uitkomt, moet ik hier. Maar ik moet hier niet meer heel hard springen en gaan vegen. Want als hij niet inderdaad zo staat, is dat niet lekker voor. Gaat om de toekomst, dat is belangrijk. Hier, in dit geval zou ik hem dan laten vallen. Ik ga nu zijn benen wegtrekken. Dat is de ene. Bij de ene, je kunt hem afwisselen, nu doe ik een stoot naar de ribbels. Niet zo heel erg. Nee, dat is niet helemaal afleiding, sorry. Nee, ik kan het hebben. En dan doe je de tweede variatie erbij. Dan doe je slag naar het kruis. En dan die erbij. Maar nu kan het zijn dat je door de slag naar het kruis naar voren gaat. Dus als dat gebeurt, doe je hier elleboog. Borstkas. Heb ik weer een korte elleboog hebben. Die normaal gesproken niet zo. Die is niet uit het rijtje wat ik goed geleerd heb. Dus je kan dezelfde beweging beginnen met slag naar het kruis. En dan doe je zijn hoofd achterover. Als hij achterover gaat, kun je gewoon de veeg doen. Dat is prima. Maar het kan ook zo met je slag naar het kruis. En dan kun je hem ook even afwisselen. Dat hij naar voren gaat, dan sta je zo. Nu gaat hij niet meer naar achter. Dat geeft niet. Ik heb hier zijn arm. Dat doe ik nu. 1. Elleboogklem. Met de borstkas. Ik geld weer hetzelfde voor. Doe me als zijn arm wat uit te strekken, als zijn arm te trekken, dan moet ik hem even draaien. Om de borstkas erin te draaien, kan ik heel hard de klem aan zetten, maar het is weer zo. Hij zit vast en vervolgens druk ik hem als ik hem zou doen, doe dat door. Ik hoef het niet doen. Ik moet helemaal oppassen. Op één keertje alle twee dan. Als je met slag naar het kruis doet en hij gaat achterover, prima, dan kan je er twee doen. In dit geval. Als je slag naar het kruis doet, dan kun je dus afwisselen met elkaar en dan beweeg je naar voren, dan zit je oe. Dan moet je niet maar het over doen en dan kan je prima. Dan heb je weer een korte techniek. Dus we waren eerst korte techniek aan. Oké, dankjewel. Doe je slag naar het kruis. Oh, sorry. Sorry. 1. Slag naar het kruis. Lukt kan niet mikken dan. 1. 2. Slag naar het kruis. En wat je die slag naar het kruis zelf mag wel. Qua timing, zo snel mogelijk zijn. Maar wat daarna wel nodig is dat je goed stapt. Dit. Dan kun je eventueel daarna doen in elleboog. Hier. En ga je door met elleboog klemmen. Ik doe nu deze achter elkaar. Ik doe het zo meteen anders bij. Het kan dat hij anders uitkomt. Dat heb je met al die kortere dingen. Het kan dat je erover of net zo staat en dat gaat niet helemaal. Maar slag naar het kruis, die mag wel gelijk. Dus ik heb een beetje draai gepakt. Deze moet sneller. Het liefste, eigenlijk is het ook wel fijn als mijn hand nou naar achteren schiet zonder dat ik nog altijd veel beweeg. Want als ik natuurlijk dit ga doen, denk ik, oeh, gaat dat gebeuren. Terwijl als ik dit ineens naar achteren schiet, dan dacht ik, oeps, waarschijnlijk. 1. Deze, elleboog naar het gezicht. En dan, elleboog omlaag. Deze is niet zoals net, dat je lichaam erin gooit. En je moet natuurlijk nog steeds voorzichtig zijn, maar hier moet je iets meer. Je moet hem heel goed vast hebben. Dus bij deze kan je de wisseling al hebben dat als je 1, 2 doet, en dit, straks het verkeerd weg. Dus ik moet hem een beetje van achteren die kant omdraaien. Slag naar het kruis, elleboog. En nu moet ik dus een beetje dit doen. En elleboog erbij. Verder hoef je niet zoveel te doen. Dan doe je als tweede variatie erbij. Als je nou dit doet, 1, en ik doe die elleboog. En dan beweeg je achterover. Ja, dit is echt heel erg makkelijk. Dan moet ik alleen maar in stap en een doel. Dat scheelt. Dus weer hetzelfde slag naar het kruis. Elleboog, als je nou naar achteren gaat staan. Dan, nou ja, je kunt ook als variatie dit doen. Maar dan ga je niet zoveel moeite doen om hem helemaal omhoog te brengen. Maar dan druk je hem door. En
En dan kan je proberen de naam te vragen. Dat kan wel een leuke uitdaging. Ja? Wat heel belangrijk bij deze is, en wat ik niet zo uitgebreid zei, dat is waar ik ga staan. Het ligt wel een beetje verder van elkaar, maar net een stapoefening. Want ook gewoon elke keer als ik een beweging doe, wil ik goed staan. In principe is het echt niet zo. Dus ik slag naar het kruis. De eerste dat mocht dus maken als hij nog snel is. Maar daarna wil ik wel goed staan. En hij liep er niet zo goed. Dus als ik een beetje hier sta, of een beetje hier sta, dan sta ik verder naar achteren. Dan sta ik lekker en hij niet zo. Als ik hier sta, is het niet zo super nog. Helemaal niet dit wil doen. Dan sta ik ingedraaid. En nu alles wat nu lukt, en bij hem wel, dat gaat heel vol. En dan sta ik hier sta, bam. Dan gaat ook dat achterover gooien dus heel makkelijk. Als je hem achterover gooit en hij heeft zijn hand nog hier, moet je oppassen dat je binnen het bereik meezakt en hem vervolgens dan hem vastzet. Dus bijvoorbeeld door zijn hoofd weg te houden en zijn arm hier. Wat bedoel ik ermee? Als je slaat. Hey, ja goed, ik ga er nu vanuit dat het ook pijn doet. Dus dan moet ik hem zo naar achter drukken en hij heeft hem hier. Ik sta zo. Dat gaat niet goed nu. Want als je mijn nek vast, dan... Dat was mijn controlefunctie. Dus als ik die doe, 1, 2, 1 gooien, dan zorg ik ervoor dat hij hier en daar heb ik deze voel hier vast en dan heb ik deze hand hierbij. Ja? Nou ja, dat is weer een extra ding. Oké. Zelfverdedigingstechniek te doen en korte technieken zijn meestal praktisch en sneller uitvoerbaar. Ze passen heel erg goed. Bij de langere beweging van Antido, maar als de coach zei vroeger toen we de serotechniek al oefenen, zei hij al ja, nee, maar je moet hem heel erg goed oefenen en dan moet je de techniek uit daarna kan je ze korter maken. En niet dat ik nu bedoel, want ik begrijp precies wat ik bedoel, maar ik herken in ieder geval wel zin. Dan ging hij vervolgens de techniek op een kortere manier voordoen en zag je inderdaad dat we niet met een rechttoerechte aandoening van kracht tegen kracht hadden gedaan. Ja, wat die in de Antido beweging deed ook. Gebruik je een snelle korte verdediging tegen een sidekick. Daarbij zag je ook nog dat het iets was wat hij vroeger ook echt heel erg veel oefend had. En wat niet wat hij dan ter plekke bedacht. Maar dat zat de eerste keer stond hij even aan te kijken, oh, dan ga ik wat doen. En dan zag je vervolgens dat hij dacht van dat gaat hij. Oké, inderdaad, dat ging niet. Dus, maar goed, dan heb je dus je hebt de lange groeiende bewegingen en dan heb je uiteindelijk plus dat gebruik je in korte technieken. Wat we dan net deden, dat loopt ook lekker. Dat vind ik lekker lopen als het dus inderdaad ook het soort zwaaien en draaien en stukjes. Die je in de cirkeltechniek gebruikt, als je die daar ook dan in gebruikt. Heb je een cirkeltechniek waarbij je eerst helemaal uit even kunt brengen en dus een cirkel laat draaien en vervolgens achterlopen voor een kromzet, dan is dat kromzetten bijvoorbeeld, of dat hij in ieder geval krom komt te staan, is heel erg belangrijk. En als je met zo'n korte techniek, dan heb je daar zelf wat meer. Dan doe je misschien een slagtechniek of je stapt een beetje opzij of trekt iets zodat het ook zo krom komt te staan. Maar datzelfde soort draaien, een beetje naar voren en vervolgens achterlopen duwen of een beetje opzij en dan. Datzelfde soort draaien die in die lange technieken oefenen, die kun je dan ook gebruiken in die kortere. Dat is leuk ook. Leuk om, serotechniek oefenen vind ik leuk, maar als je dan wel zo kort en tak, 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 en dan lig je en je herkent dat het aan elkaar gerelateerd is, laat ik zo zeggen, dat is lekker oefenen. En dan heb je ook nog eens met die kortere technieken, ja, dingen die je dan, als je tai chi oefent, die je daarin oefent, ja, daar heb je ook wel dingen aan. Dus dan, sluit het wel lekker in elkaar. Nu doen we lange, dan de lange beweging. Even gewoon lekker zoeken draaien. En de twee handen, twee pols van achter heb je in ieder geval genoeg te doen. Dus dan doe je cirkeltechniek 4. 1, 2, 3, 4. Begin je met eentje laag, eentje omhoog. En die lage, dat is degene waar je mee aan de gang gaat. En die laat je ook bewegen. Dus die komt deze kant op naar binnen. Die gaat hier. Dus ver. Probeer al met de lage hand dat de beginnende beweging mee in die kluis eigenlijk doorgaan. Zo bedoel ik ermee. Nou ja, als je hem zo voor zou doen, zou je ook dit kunnen doen. 1, omdraaien, vastpakken. Dat is op zich ook niet erg. Als je de tegen twee handen, twee polsen nooit of weinig gedaan hebt, dit is wel even lekker duidelijk. Dus dan doe je wel 1 laag en 1 omhoog. En dan hier, nu sta ik. Ik heb een beweging gedaan en nu kan ik gewoon vanaf 0 beginnen zoals de techniek normaal gewoon vastpakken die. En dan verder. Nou goed, zoals je 4 doet. Dus dat kan. Als je dat niet zo vaak hebt gedaan, dan heb je een beginstukje en de rest is hetzelfde. Als je het als je kan, moet je proberen dat je nu begint die al. 1, 2,
dan is vanaf dat naar onderstand in dit geval gaat bewegen, blijft hij ook doorgaan. In dit geval pakte ik hem niet vast, want hij liep eigenlijk, hij bewoog wel lekker. Ja goed, als ik het dan nog vast wil pakken, dan is het een onderbreking te doen. Ja? Ja. Kun je, alleen al wat je net vertelde, kun je dat nog even in een plaatje zeg maar. Van de 70 minuten bijvoorbeeld? Ja. Weet je wel? Nou, dat is 70.6. Ja, op een gegeven moment dat ik wil gooien, heb ik hem bijvoorbeeld zo staan. Ik herken als ik het vaak doe, herken ik het laatste stuk dan in het geval dat hij zo achterover staat. Als ik die slachtoffer niet kan letten, hé, als ik bij de schouder pak, één, bam, overig. Maar nu, gaat het? Ja, ja, ja. Okay. Niet heel hard misschien letten. Dan merk ik dat, dan heb ik nu ook dat ik dat heel erg herken. De weet van de 70 niet, als ik zo blijf staan, ik gooi hem. Dan sta ik op een valleggen. De grond staat en achterover gaat, dat is visueel ook wel aardig, denk ik. Dat laatste stukje dat qua gevoel weet ik als ik gooi. Hoe staat hij slecht en hoe sta ik goed? En dat is iets lastiger hierin te zien. Maar dat gebruik ik wel hetzelfde. Ja. Dat is met die. Met de elleboogklem heb je natuurlijk als ik hem wel indraai en uitstrek. Dat is alleen in het begin van de 70 niet, maar dan weet ik wat, oh ja, dat kan ik goed. Dan staat hij staat slecht, zijn elleboog is voor hem een slechte kwetsbare positie. Hetzelfde heb ik als ik ja, in dit geval als hij zo doet, als ik bijvoorbeeld dit en dan schuin omhoog zou doen. Ja. Dan weet ik dat ik in het begin van de 70 niet dat uitrekken en wat indraaien ken, dat is een heel uitgebreid. Weet ik bij deze, als ik hem hier, als ik dat wil doen, weet ik dat ik eigenlijk dit. In plaats van, als ik bijvoorbeeld dit heb gedaan, in plaats van alleen maar dit. Ik denk, oh ja, dat wordt heel goed gehaald. Nou, misschien net wel of net niet. Maar het is gewoon hard even hard, dus het kan altijd wel uithaken. Maar dit, dat is finesse. Ja, dus dat is een, dus dan heb je met die slagtechnieken allerlei kleine stukjes. Ja, dit is een cirkeltechniek. Ja, er zitten 10 van die dingen in ofzo, noem maar wat. Maar doordat je daarin herkent, allerlei van die dingen herkent, moet je het vaak doen, herken ik ze ook beter in de korte techniek. In de korte techniek zijn ze niet zo duidelijk, maar ik denk wel dat ik denk, er zit zoiets en dan ga ik zoeken, bijvoorbeeld, hè. Dan heeft ze iets mee gemaakt.